Wet van Snellius, paragraaf 7.2, rekenen naar breking. Dus nu hebben we de tekening eerst gehad. Dus nu hebben we de wet van Snellius en er staan twee in je boek. En ik had jullie gezegd, daar maak ik één van. Die schrijf ik nou even weer op het rechterbord. Namelijk sinus I gedeeld door sinus R is NR gedeeld door NI. Want als ik van lucht naar medium ga, is het invalsmedium lucht. Dus NI is dan 1 en die valt dan weg. En dat is dus de formule die in je boek staat. Dat was de reden ervoor. En die andere is dus als je vanaf lucht, nee, vanaf een medium naar lucht gaat, is het brekingsmedium waar je naartoe gaat en R is dan opeens 1, waardoor je 1 gedeeld door N krijgt. En dat is de andere formule in je boek. Gert. Dit werd toch de formule I keer N is ja. R keer N. Heel goed, want nu kun je dus kruislinks vermenigvuldigen. Doen we dan. En dan krijg je N I sinus I is NR sinus R. En het voordeel van deze formule was dat ik de breukstrepen kwijt was, waardoor die opeens een heel stuk eenvoudiger om te zetten is. Heel goed. En wat was die hele formule? Welke hele? Dat is deze. Ja. Ja. En het enige wat je hier nou nog bij moet zoeken, als je dus een opgave hierover maakt. Hier, dat was deze. Als je een opgave hierover maakt, is N, I moet je weten. Hoek I moet je weten. En R moet je weten. En hoek R moet je weten. En 90% van de tijd, of eigenlijk altijd, mag ik wel zeggen, geef ik jou 3 van de 4. Geef ik, of moet je ergens uithalen. En de vierde moet je dan zelf uitrekenen. Waarbij je dus zelf in de gaten moet houden dat lucht 1 is. Dus die moet je even in de gaten houden. En verder kun je gewoon niet meer rekenen. Gert. Dat ook weer op je rekenmachine. Zullen we deze even uitrekenen nu? Oké. Okay. Gert, help maar eens even dan. Waar kom ik op uit? Ni, in dat geval, als ik dus even uitga dat ik deze 20 graden niet weet. Ni is 30 graden. Of Ni? Hoek I is 30 graden. Hoek I is 30 graden, dat is heel goed. Invalshoek. Ni is 1? Ja, want Ni is? Lucht. Ja, brekingsindex van lucht en die is inderdaad 1. En R. Ja, even opzoeken in je binas. Laten we even zeggen 1,5. Zit ik er niet ver vanaf. Want dat is de brekingsindex van? Glas. Glas, ja. 1,5. En moet ik dus nog weten? Hoek R. Hoek R, ja. Dus nou zie je ook alweer. Ik geef jou 3 en de vierde moet jij zelf eruit vissen. Wie wil hem doen? Of moet ik hem even voordoen? Geef vrijwilligers. Komt ie. Welke weet ik niet? Die weet ik niet. Mag ik het andere bord leegmaken van jullie? Ja, jullie snappen hoe het werkt. I, sinus I is NR sinus R. Welke variabelen moet ik hebben? Letter. Rick? R. Ja. Dus ik zal hem even onderstrepen. Hier moet ik naartoe. Welke twee onderdelen staan mij dus in de weg, Mark? De rest. En welke rest is dat? N, I, N, R. N, R, N? Sinus. De sinus. Ja. Dus ik krijg N, I, sinus, I, gedeeld door N, R. Maar als ik dat aan beide kanten doe, valt de NR aan de rechterkant weg. En hou ik hier sinus R over. Dat is stap 1. En nou stap 2. Wat moet ik nou doen, Gert? Nee. De negatieve sinus van R. Ja, de inverse sinus noemen we die officieel, maar ja. En hoe schrijf ik dat? Min 1. Min 1 van I sinus I gedeeld door NR is R. Maar ik kan niet gewoon invullen en I keer sinus I gedeeld door N R. En dat getal dan daar dan een negatieve sinus van. Ja, ja, dat kan ook. Ja, dus in feite wat ik doe, alleen ik schrijf het nu in één keer op. Ja, dit ziet er lastiger uit. Dat klopt, ja. En nou kan ik het dus invullen. Sinus min 1 van
ni, lees ik even, is 1 keer sinus 30 gedeeld door nr. En die is 1,5. En dit levert mij... 19,47. Precies. 19,47 graden. Significant, klopt het zo, Gert? Nee. Want het was origineel? Ja, dus wordt het nu? 20 graden. En als je op een ander getal uitkomt nu, moet je dat even proberen, want dat is voor maandag best interessant. Als je namelijk op een ander getal uitkomt, is de kans vrij groot dat je rekenmachine op... Radiale staat, radian, en die moet op? Degree, heel goed. Bahes. Kort uitleggen, hoe die aan NI en NR komt. Ja, NI is de brekingsindex van het invalsmedium. En de... In je binas? Ja, 18, geloof ik. En dan ga je dus, NI is dus de brekingsindex van het invalsmedium. Dat is 1, want die is van lucht. En de brekingsindex van glas, R, brekingsindex van het brekingsmedium, is 1,5. Ja? Oké. Wet van Snellius, vragen? Helder? Oké. Bij een speciaal geval, en die zal ik ook even op bord schrijven. Is er sprake van totale interne terugkaatsing? Dus dat betekent dat ik vanuit een medium kom, ik probeer naar buiten te gaan en dat lukt niet. Dat gebeurt bij een speciale grenshoek. Boven die grenshoek, als ik nog schuiner inval, komt hij er ook niet uit. Maar de grenshoek is de plek waar hij voor het eerst niet uitkomt. Dat is de definitie van de grenshoek. Gelden hier opeens speciale getallen. Namelijk, ik kom uit een medium. Dus mijn invalsmedium, brekingsindex bijvoorbeeld bij glas is 1,5. Ja. Mijn invalshoek, weet ik die? Ja. Namelijk? 20. Nee. Wat wil ik weten namelijk, nu? Bij welke hoek die brekingshoek is. Ja, en dat is dus, weet ik dan de invalshoek? Nee, die weet ik dus niet. En die noem ik even nu hoek G van grenshoek. Die wil ik uiteindelijk nog steeds berekenen, maar ik noem hem even hoek G om aan te geven dat ik de grenshoek zoek. Brekingsindex van het brekingsmedium waar ik naartoe ga, Hanna? Nee. Ja, want ik ga naar lucht, dus het brekingsindex is 1. En hoek R, die is lastig. Maar Wouter, dit is? Nou, bij die NR, hij komt er niet eruit. Nee, maar je wil er wel uit. Dus jouw berekening is wel erop gericht om eruit te komen. Ja. Maar je hebt gelijk, in feite kom je niet uit, dus je zou hem kunnen negeren voor je gevoel. Maar dat is even niet het geval hier. En mijn brekingshoek, die is lastig, maar die is gewoon 90 graden. Want ik ga namelijk langs het vlak. Bij 90 graden heb ik de grenshoek bereikt. Als het namelijk 89 is, moet ik het goed zeggen. Als het 89 is, dan gaat hij nog net wel eruit. En als het 91 is, dan kan het niet. Want dan ben ik door het vlak heen gegaan. Dus 90 is precies de grenshoek. En dan kan ik het invullen. En dat ga ik dus ook even doen. Aan deze kant. Ni sinus i is nr sinus r. Even de getallen er eerst invullen, want dan wordt het een stuk makkelijker. Ni is 1,5. Sinus i is sinus g in dit geval. Nr is 1. En sinus r wordt sinus 90. En nu moeten we even de wiskundig naar kijken. Wat valt namelijk op? Sinus 90 is eigenlijk gewoon 1. Dus wat verstaat hier aan de rechterkant van de is? Het getal 1. Dus ik krijg nu 1,5 sinus g is 1. Nou heeft Gert geoefend met het algebraisch oplossen van deze formule. Hoe kom ik nou aan de g? Wat moet ik doen? Delen door wat? 1 delen door 1,5 is sinus g. En dus sinus min 1 van 1 delen door 1,5 g 42 graden. Dus bij 42 graden komt die er niet meer uit. Ja? Nee. Ja, Mark. Mag je ook gelijk die rare formule gebruiken? Mag ook, als je dat prettiger vindt. Ja, want... Oké.
In je boek staat een, eigenlijk staat deze formule gewoon letterlijk in je boek, die we hier nou op het eind hebben staan. Dan staat hier namelijk n. En deze staat letterlijk in je boek. Maar zoals die in je boek staat, hebben we hem nu zelf eigenlijk afgeleid. Dus dat is keuze wat jij prettiger vindt. Deze staat in je boek, staat ook in je Binas zo, maar je kunt hem dus ook zelf afleiden. Grenshoek. Vraag over de grenshoek. Als ik nou een lichtstraal laat invallen onder een hoek van 50 graden, wat gebeurt er dan? Wie kan me dat uitleggen? Komt u er niet uit? Komt u er niet uit? Wat gebeurt er dan met al het licht? Je ziet het niet. Nee, niet daarbuiten, maar wat gebeurt er wel? Terugkaatsing. Terugkaatsing. Ja, onder welke hoek komt het er weer uit? Als hij van 50 erin gaat. Waarom? Hij wordt gewoon teruggekaatst, dus is het 50 graden, maar die hoek is hetzelfde. Ja, heel goed. Volgende bladzijde, bladzijde 182, kleurschifting. De brekingsindex voor elke kleur is anders, dus is de hoek anders. En dan krijg je dus alle kleuren eruit. Dat is het enige wat er aan de hand is. En dat kun je ook zien in je Binas. Daar zie je namelijk dat die getallen voor verschillende kleuren anders zijn. Moet je vast wel een keer zijn opgevallen. Ja. Bij het proefwerk gebruiken we geel, tenzij ik duidelijk aangeef dat het een andere kleur is. Want geel is ongeveer de middelste. Ja.